en MVV. Hoe deden ze het vandaag? Commentaar bij deze samenvatting krijgen we van Jan Stekelenburg. Scheidsrechter Thomas, goed gevulde tribunes. MVV van rechts naar links op de Wageningse Berg. Wedstrijd belangrijk voor MVV in verband met de koppositie in de eerste divisie. En voor Wageningen misschien ook in verband met het behalen van een periodetitel. Beraam. Stanley Bies biedt zich aan vooraan in het doelgebied. Maar de MVV-verdediging brengt voorlopig redding. Stanley Bies. Beraam. Van de Klift. Hazelijk helemaal naar links uitgezworven. Over het hoofd van Mentink. Niet bij Stanley Bies. Maar dan dit schot van Bram Braam. Stuit in de muur. En redding via Kerskes. Dik van der Hulp, Jan Mulder. Van Ozenbrugge. Met Kerskes. Rozen. Linkerspits meegekomen. Verdedigd. Over de zijlijn uit. Van Ozenbrugge. Jan Mulder tegen Rozen aan weer. Bram Braam, Hazelijke, zwervende spits. Mentink, mooi omhaal. Stanley Bies vreselijk fel belaagd door Gerry Schrijnemaker. Bram Braam. Misschien van de Wulp vrij, maar hij maakt het. En hij schiet hem over. Hulshoff. Krijgt de bal op zijn rug en dan kan Gerro Haaslekker doorgaan. Die laat zich vallen. Maar het is net voor het stadsgebied. Sinds hij Thomas. En op het moment dat MVV er wat uit wil komen, krijgt Wageningen kansen. Het schot is staat Wageningen op 1-0. Over de muur heen in de rechterbovenhoek. U ziet dat in de herhaling. Kansloze doelman Gerards. 1-0 voor Wageningen. Van de Klift. Mentink via die voorzet van Hazelijke. Er is het geen buitenspel. De grensrechter heeft wel gevlacht, maar scheidsrechter Thomas laat doorspelen. Onbegrijpelijk trouwens. Rozen. Rozen wint van Braam. Braam heeft een overtreding nodig. Dick van der Wulp. Krijgt kansen vandaag in het team van Wageningen omdat Leushuis geblesseerd is en Van den Berg geschorst. Mentink gaat door. Passeert Web en dan komt de bal vrij voor de doel. Maar het is voorlopig wegwerken van Schrijnemaker. Menting. Gaat zelf door. Van der Wulp. Lacroix. Braam. Menting, goed schot. Gerard. Mulder wint van Dijkstra. Van Ozenbrugge. Van der Wulp vrij op links. Van Ozenbrugge doet het zelf en naast. Kerskes. Jan Mentink. De paas is voor Van Vijfwijken, maar gaat niet goed. Schrijnemakers. Voor Vosmaar, Smeets samen, Rozen, weer ze voor doel, Peter van der Leij. Dan nog een keer Vosmaar, redding van Schrijnemakers. Gerro Hazelijke wordt in de rug gelopen door Jan, door Jos Dijkstra. Gele kaart voor Dijkstra daarover. Web, Bonfrère. De paas is voor Vosmaar. Maar Braam zat ertussen.
Van der Leij. Kerskes. Hens van der Klift. Veertien minuten gespeeld in de tweede helft. Achter de bal Bobby Vosmaer. Het is een schitterende vrije trap. De bal gaat met veel effect over de muur heen in de linkerbovenhoek. En hij daalt op het juiste moment om net onder de lat te verdwijnen. Suve kansloos. Stand 1-1. Braam. Van der Leij. Lacroix. Smeets. Bonfrère. De paas is goed naar Dijkstra. Die kan alleen doorgaan. Geen buitenspel. Passeert. En dan legt Harry Suve hem voor de rand van het strafschopgebied neer. En dat betekent natuurlijk een gele kaart. Maar de ongetwijfeld doelwerpenkans is verkeken. De wedstrijd is na 20 minuten in de tweede helft duidelijk levendiger geworden. NVV zoekt het niet zozeer meer in die verdediging. En heeft duidelijk de bedoeling om de wedstrijd hier op de berg winstgevend af te sluiten. Vosmaer geeft de vrije trap naar Bonfer. En dan is het Smeets die Suve omver loopt. En derhalve blijft de stand 1-1. En dat is het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Thomas die goed geleid heeft. 1-1. En het enige opzienbarende van deze wedstrijd is misschien de manier waarop de twee schitterende doelpunten tot stand gekomen zijn. En terechte 1-1. De uitslag in de eerste divisie.